Winnaar van het Dunathlon. Daarmee start het seizoen uitstekend, denk ik. Hoe kijk je aan tegen wat jullie gepresteerd hebben bij Dunathlon? Nou, laat ik eerst zeggen dat we vereerd zijn dat we op dit toernooi mogen spelen. Uitstekend georganiseerd, met goede tegenstanders. Weerzien met heel veel mensen uit Haags voetbal. Dus dat is hartstikke leuk. Ja, en als je dan ook eerste mag worden, dat... Kijk, ze zeggen wel eens adel verplicht. Maar dat wil niet zeggen dat je zomaar zo'n toernooi even wint. We hebben het ook serieus genomen. Ik denk dat we tegen Kwik een uitstekende wedstrijd hebben gespeeld. Vandaag was het gewoon goed. Dus ja, blij met deze eerste prijs. Maar ja, richting de competitie zegt dat natuurlijk nog helemaal niets. Even terug naar dinsdag, Kwik, 6-2. Jullie hebben meestal wel wat meer moeite met Kwik. Heb je nog een verklaring waarom het dan in uitslag dat het makkelijk uitzag? Ja, ik denk dat wij goed speelden. En we zijn ook wel iets langer bezig dan Kwik. We zijn misschien, denk ik, nu op dit moment net even iets fitter. Ja, maakt ook op het juiste moment de goals. Hè. Met heel veel dingen waar we de afgelopen week op hebben getraind. Dus daar ben ik wel heel tevreden over. Ja, en ja, goed, Kwik, daar moet Paul een oordeel over geven. Maar die zit ook in de voorbereiding. Hè. Zo simpel is dat. En je laat wat andere spelers spelen. Je wisselt wat door. Ja, dat is voor elke trainer weer anders. Dus ja, soms komt het ook wel eens op het verkeerde moment. Maar ik denk dat we daar uitstekend speelden. En vandaag zijn we ook gewoon geconcentreerd gebleven. Hè. Want zeker als je al snel voorkomt met deze hitte. Ja, dan geef ik het je doen om door te zetten. Want dat hebben de jongens uitstekend gedaan. Weet jij inmiddels een beetje waar dan Scheveningen nu staat? Heb je daar een gevoel of een... Nee, kijk, ik ben wel zeer tevreden over deze selectie. Er is veel meer rust dan verleden jaar. Alles is goed geregeld nu. Ik denk ook dat er meer concurrentie is. Alleen dat zegt niets van je kracht ten opzichte van de rest. De verhoudingen onderling, ja, daar ligt het denk ik wat dichter bij elkaar. Alleen hoe dat is ten opzichte van andere clubs, ja, dat blijft heel lastig. Hè. Hoe kom je uit de coronacrisis? Wat is de weg bij andere clubs? Een club als Tech bijvoorbeeld heeft 19 nieuwe spelers. Ja, ga er maar een ploeg van maken, maar ik kan niet inschatten hoe sterk ze zijn. Vinkboys heeft er genoeg bij. Ja, Rijnsburg is natuurlijk altijd heel sterk. Dus ja, het gaat sowieso een lastig seizoen worden. Zeker met de promotie-degradatieregeling in de tweede divisie. Daar moet je behoorlijk voor hebben doorgeleerd, wil je niet begrijpen? Ja, maar dat hebben bijna alle Scheveningers erheen. Dat, dat is waar. Voor de corona viel even. Denk jij dat we een seizoen tegemoet gaan waarvan je nou, elke week lekker voetballen? Of heb je een ander idee bij? Nou, ik ben er wel een beetje bang voor. Als je ziet hoe dat de afgelopen weken is gegaan. En ook dit toernooi, dat is natuurlijk uitermate sneu vooral voor jullie. Als je er zoveel energie in steekt. En je moet met RKVV, dus ja, je moet zoveel beperkingen toepassen eigenlijk. Dat is gewoon jammer. Maar ik vrees daar ook wel voor in dit seizoen. Ja. Als je ziet hoe ongedisciplineerd we eigenlijk de afgelopen periode zijn geweest met z'n allen. Ja, dan ben ik een beetje bang voor de herfst. Maar goed, laten we niet op de zaken vooruit lopen en hopen dat het meevalt. Maar anders kan het wel eens een heel zwaar jaar voor iedereen worden nog. Het lichtpuntje voor Scheveningen, het hoogtepuntje voor Scheveningen kan ook wel zijn dat ze met een gekroonde trainer recent nog nu verder mogen werken. Hoe kijk je aan tegen die onderscheiding en wat betekent dat? Ja, dat is altijd leuk. Het is natuurlijk wel vreemd om hem juist dit jaar te krijgen. Maar dat hebben ze vorige week ook toegelicht. De nominaties worden vaak pas gedaan nadat de prijzen zijn verdeeld, zeg maar. Al vroeg in het seizoen. En er werd ook nadrukkelijk gezegd dat dit iets is, omdat Scheveningen eigenlijk al jaren met minimale middelen maximaal presteert. Ja, ik zie dat echt als een prijs voor de hele vereniging. Voor alle mensen die zich al jarenlang inzetten voor Scheveningen. Net zoals dat bij Duno gebeurt. Maar we hebben natuurlijk een aantal hele trouwe sponsoren. Kleine groep mensen die regelen dat we op dit niveau kunnen spelen. En ja, ik krijg dan de prijs. Dat is ook logisch als je eindverantwoordelijk bent. Maar dat heb ik intern ook al gezegd. Die prijs is wat mij betreft voor alle vrijwilligers binnen Scheveningen. Ja. Gaat het goed met de club? Ja, het gaat hartstikke goed volgens mij met de club. Wat Scheveningse jongens terug. Bij de jeugd hebben we denk ik aardig op orde. Daar is vorige week certificaat uitgereikt. We gaan wat spelers van het eerste elftal gaan zich nu met de jeugdtrainingen bemoeien. Dus ik denk dat we op de goede weg zijn. Voor jezelf begin je dan aan zoveelste seizoen in Scheveningen. Eerst als speler, nu als trainer. Hoe doe je dat dan voor jezelf? Dat je denkt van ja, ik moet dan weer voor de groep staan. Iets voor deel vernieuwd, maar voor een flink deel ook niet. Ja. Dat lijkt me toch wel een uitdaging steeds. Van joh, ja, ze kennen me. Ze weten al mijn trucs wel die ik in de wissel doe, of die ik in de rust doe, of na afloop of vooraf. Ja, maar dat zeg je. Ik denk dat je daar twee goede dingen zegt. Ten eerste, ze kennen me. Dat scheelt. Ze weten waar ze aan toe zijn. En ik pas juist geen trucs toe. Op het moment dat je niet echt bent, dan prikken spelers daar zo doorheen.
moet in ieder geval zorgen dat je jezelf ook steeds blijft vernieuwen. Dat je niet blijft hangen in dingen zoals het vroeger was. Dingen zijn nu gewoon anders. Spelers zitten anders in elkaar. Het is niet meer zo dat je bij elkaar in de kroeg kruipt voor teambuilding. Tegenwoordig zit iedereen met zijn telefoon en hebben we social media. Ja, dan kan je als trainer wel blijven hangen in het oude. Maar zo is het niet meer. Het is juist lastiger, denk ik, om er nu een team van te maken. Veel lastiger dan vroeger. Maar dat is ook weer een uitdaging. En dat gaf je ook aan. Waar zie je de uitdaging? Ja, zolang ik die uitdaging zie, vind ik het ook nog leuk. Wat moet er nou nog voor de start van de competitie gebeuren, wat jou betreft? Waar sta je en heb je voor jezelf scherp wat er nog moet? Ja, nee, absoluut. Er moet nog heel veel gebeuren. Natuurlijk gaan er heel veel dingen goed. Maar er gaan ook nog heel veel dingen verkeerd. Dus ik zou eigenlijk nog wel een keer flink onder druk willen staan. Zodat die fouten ook aan de oppervlakte komen. En dat hebben we gedeeltes van wedstrijden al gehad. Maar het is wel eens goed om een wedstrijd lang achter de feiten aan te lopen. En daar niet tegen Spakenburg pas mee geconfronteerd te worden. Succes. Dankjewel. En nogmaals dank.